Voor de bouwvakkers was er bier, maar van een van hen was er ook een exemplaar van het nieuwe Brabantboek. Een heel speciaal exemplaar. Dus het eerste exemplaar is in beton gegoten. En ik zou Ben graag willen uitnodigen om zelf dat eerste exemplaar te onthullen. Ben. Normaal gaan we naar de bibliotheek, maar dit was iets moeilijker, ja. Inderdaad. Het Brabantboek. Het is geschreven in samenwerking met het Noord-Brabants Museum. We hebben eigenlijk geprobeerd vanaf de oudheid, zeg maar, dus de prehistorie, tot aan de dag van vandaag, een heel aardig overzicht te geven van de highlights in de Brabantse geschiedenis. Dat is geïllustreerd met allemaal kunstwerken en historische objecten uit onze collectie, uit de collectie van het Noord-Brabants Museum. En het aardige is dat heel veel wat er in dat boek staat ook straks hier te zien is in de Brabantzaal. Deze betonnen bak wordt straks de Brabantzaal. De plek in het museum over de geschiedenis van deze provincie. Links voor me komen de Van Goghs te hangen. Rechts voor me daar komt de middeleeuwen. Maar het is natuurlijk wel een heel gek idee dat hier over een jaar de hele halve collectie van het Noord-Brabants Museum hangt. Ja, dat is gek. Over een jaar gaat het nieuwe museumkwartier open. Hier vind je dan het Noord-Brabants Museum en het SMS. Het Bossenmuseum voor hedendaagse kunst. Het is straks zo groot als we opengaan als museumkwartier, ook met het Stedelijk Museum Sertogenbosch erbij. Dan praten we hier over het grootste museumcomplex buiten de Randstad. Het is echt met 23.000 vierkante meter een gigantisch complex van cultuur. Voor Brabant, van Brabant en Den Bosch. Daar hoort trots bij. Daar hoort trots bij, zeker. De bouwvakkers vinden het museum een mooie klus. En ze zijn ook benieuwd hoe het er straks uit gaat zien. Ja, zonder meer. We zullen ongetwijfeld een keer uitgenodigd worden. Dat verwacht ik tenminste wel. Ja. Dankjewel.